Welkom bij HOS Vandaag. Ons programma staat in het teken van het nieuwe jaar. De nieuwjaarsreceptie van de gemeente Haren. Lekker knallen op oudejaarsavond is een echte Nederlandse traditie. Net als de jaarlijkse roep om strengere straffen voor oudjaarsvandalen en de massale politie-inzet op oudejaarsnacht. De massale politie-inzet en aandacht voor preventie rond oudjaar heeft succes gehad. De totale schade die met oudjaar wordt aangericht daalt ook, maar bedraagt nog steeds een immense 10 miljoen euro. Een groot aantal gemeenten organiseert de laatste jaren grote siervuurwerkshows. Andere dorpen en steden zouden ook graag zo'n evenement voor hun inwoners organiseren. Dat kan hopelijk tegemoetkomen aan de wens van een knallend jaareinde. Het zou mooi zijn als dit soort trends uitgroeien tot nieuwe oudjaarstradities die een totaalverbod op vuurwerk helpen voorkomen. Zondag 6 januari vond in het gemeentehuis de traditionele nieuwjaarsreceptie plaats. Zoals gewoonlijk werd iedere bezoeker vanaf 11:30 in de hal van het gemeentehuis ontvangen door het college van B&W en hun partners. Een nieuwjaarsreceptie lijkt soms wel eens een verplicht nummer, maar kan even goed gezien worden als een nieuwe start. Een nieuwjaarsreceptie heeft een doel: even terugblikken op het verleden. Gewoon gezellig samen zijn of eens goed te feesten. Maar vooral, vandaag misschien meer dan ooit, om naar de toekomst te kijken en doelstellingen op korte of lange termijn bekend te maken. Burgemeester Ronnes maakte aan de bezoekers cijfers en feiten bekend. Dames en heren, terugkijkend op 2012 kunnen we zeggen dat we een bewogen jaar achter de rug hebben. De crisis waar ik vorig jaar over gesproken heb, heeft scherpere contouren gekregen. En de gevolgen ervan komen steeds nadrukkelijker bij de mensen terecht. En hoewel ik van nature optimistisch ben, durf ik niet met zekerheid te zeggen dat we het ergste al achter de rug hebben. Ondanks hoorde ik iemand in alle ernst zeggen dat we misschien wel terug moeten naar een welvaartsniveau van eind jaren 90. Volgens mij was het in die tijd helemaal nog niet zo slecht. En dan wil ik het niet eens vergelijken met de mensen in andere landen van Europa, om nog maar niet te spreken over de landen waar mensen echt honger lijden. Jammer, heel erg jammer, vind ik het dat de verzorgingshuizen, zowel in Haren als Helvoet, op dit moment in een desolate situatie verkeren. En dat er nog geen duidelijkheid is over de start van de nieuwbouw in beide dorpen. Onze ouderen verdienen dat daar zo snel mogelijk duidelijkheid over. Veel geluk in het nieuwe jaar. Ik hoop dat iedereen mag brengen wat u ervan verwacht. In ieder geval hoop ik dat het respect voor elkaar wereldwijd, maar te beginnen in die eigen kleine omgeving, groter wordt. Zodat we daardoor kunnen hopen op een vrediger wereld. Dank u wel. Niets vermoedende bezoekers werden naar voren geroepen en gehuldigd voor het vrijwilligerswerk dat zij verrichten. En ook de sportkampioenen van het afgelopen jaar werden gehuldigd. En u hebt eigenlijk wel een pluimpje gehad dit jaar, want het was zo goed dat ze zo goed konden voetballen dat ze zelfs gepromoveerd zijn. De velden liggen er altijd piekfijn bij. U waait, u sproeit, u zaait enzovoort enzovoort. En u groeit rond de velden. En als het nodig is, dan doet u dat zelfs s'avonds of in het weekend, als het niet anders kan. U hebt het verdiend om in het zonnetje gezet te worden en in jou wil ik graag al die vrijwilligers die actief zijn in de sport eren. Van harte proficiat met deze uitspraak. We gaan door met de vrijwilliger in de categorie mantelzorg. Martien Kursjes van Grinsven en S. Eigenlijk al van kind af aan bent u actief geweest als vrijwilliger. U was bij het toenmalige bejaardenhuis. U hebt het echt verdiend om gehuldigd te worden als vrijwilliger 2012 in de categorie mantelzorg. Van
gedaan. Mag ik dan de vrijwilliger van het jaar 2012 in de categorie maatschappelijke ondersteuning naar voren vragen, Harry Donkers. Je bent al heel lang geleden begonnen als vrijwilliger in je geboorteplaats Gerwen. In Haren was je, of ben je, want je hebt daar van alles gedaan en daar noem ik het even op, van 86 tot 90 penningmeester van de Zonde. Vanaf 2004 bent u ook penningmeester van de Parochie. Je richtte in 2006 een KBO Flexclub op. En al met al, een hele staat van dienst. Graag gefeliciteerd. Mag ik naar voren, Brigitte Widhaus. Ja, jij hebt heel veel gedaan in het verenigingsleven en dat doe je nog steeds. In totaal heb je meer dan 25 jaar bij de Kinderkanskerk gezeten, waarvan jaren in het bestuur. De vereniging stond er in het begin slecht voor, maar samen met anderen is dit een jaren werken uitgegroeid door een gezonde vereniging. En 1987 is daaruit ontstaan de musicalvereniging Paradoes. De musicalvereniging heb je ongeveer 23 jaar geleid. Het begon met kleine schetsjes die door de werkgroepleden werden uitgevoerd. En later is het uitgegroeid tot een echte musical. Na 22 jaar musical was je aan het zoeken naar iemand anders. En dat lukte helaas niet. En dus moest je het opgeven. Je hebt de 23 op de plank gezet. En toen was het einde van de musical tijdperk. Maar jij dacht, wat ga ik dan nu doen? Want ik laat het dan niet bij. Je ging niet met de pakken neerzitten. Je kon niet stilzitten. En dus iedereen wist zeker dat er weer iets zou komen. En jawel hoor. Het ging niet zo goed met Jong Nederland. En voor je dacht, ach, laten we daar eens even de schouders onder zetten. En samen met een aantal anderen heb je binnen het jaar een ledenaantal verdubbeld. En is er elke twee weken weer een goed en interessant programma. Het laatste wat je gedaan hebt, 2012 in november heb je een speelgoedbeurs geregeld. Al met al, voldoende reden begint om jou als vertegenwoordiger van al die mensen die actief zijn in het sociaal cultureel werk. Van harte, proficiat. Ik weet waar de special leuk is dit jaar in Den Bosch. En Claire werd. Ja, helemaal goud, hè? Met wie? Met Nicky. Ja, die heeft met jou meegedaan. Ben, en jij wordt ook goud. Ja, dat staat er nog heel goed. Jij wordt ook goud. En Francis, jij moest het doen met. Hoe kwam het? Ja, precies. En geloof van zijn verenigingsmaatje. Ik wil jullie alle drie van harte feliciteren. En je bent dit jaar in december tweede geworden bij de Nederlands kampioenschappen Indoor Karting First Division. En je hebt ook meegedaan aan de Red Bull Racing op Zandvoort. En je bent gehoord bij de beste acht van Nederland. Indoor en outdoor. Ik wens je heel veel succes in je sport. En je krijgt geen handdoek meer, want jij hebt jou niks anders. Dat zit hierin. Misschien heb je dat er meer aan. Ik ga nu de voorlopig vragen, René Verlodo. René Verlodo, wat heb je allemaal gedaan? Ja, we hebben in Helvoort elk jaar in eventing. En eventing, voor diegenen die het niet weten, dat is paardrijden, want gewoon paardrijden. Het is een veelzijdige sport, wat inhoudt zuur, springen, cross country, gemaakt tijdens oude wereld. Bij de paarden lopen ook regelmatig voor de koets en dan mag het hele gezin mee als we zin hebben om in het rijtuig te genieten. Je bent lid van de rijvereniging De Leidenvaarders in Helvoort en je traint de paarden in de bossen en de koetsduinen of in de Maneen. Bij Prisma onderhand. Mag ik jou vandaag feliciteren met deze kampioenschap. Tot ziens.
daarvoor is van Pijnenburg. Mag ik jou vragen, wie is jouw grote voorbeeld? Mike Phelps, kijk. Hoeveel goud had hij? 22. Nou, laten we afspreken dat jij gaat voor de eerste. Wij wensen jou heel veel succes. En wij hopen nog veel van jou te horen. En dan kennen we jou, want ik wist niet eens dat wij in haar zulke goede service hadden. We hebben water hier aan het plassen staan, maar dat zwembad hebben we niet. Althans, geen gewetelijk zwembad, dus hebben we wat zwembaden, maar die zijn misschien wat klein om te oefenen voor jou. Ik wens jou heel veel succes en alle sterkte op de grond. En ik hoop jou, ik wil over 4 jaar naar de volgende spelen in Rio. Ik hoop jou daar te zien. Ik ga nu een viertal vragen naar voren te komen. Jack van Bracht, Jeroen van der Ven, Adrie en Sylvia Verhoeven. Ik heb het ook wel eens mogen doen, dat is heel moeilijk. Want dat waar je om te mikken is zo verdraaid klein, dat je echt goede ogen moet hebben om het te doen. En jullie hebben dat behaald. Jullie zijn namens het Sint-Willem-Woordenschilder uit S, zijn jullie dit jaar Nederlands kampioen hooggelegd geweerschieten geworden. Dat was in Udenhout. En het gevolg is dat jullie dit jaar het zelf mogen organiseren. En Nederlands kampioenschap er bij al druk mee bezig. Nogmaals, proficiat. En jullie krijgen van mij alle vier een handdoek. Zeg ik het goed dan? Ja. Ik had het net verkeerd gedaan. Die hebben gelijk gekregen een bon waar ze iets meer aan hadden, denk ik. Jullie krijgen een handdoek van ons. Proficiat. En nog slechts één mededeling. 2013 staat in het teken van veel veranderingen in de maatschappij. Maar ook voor mij persoonlijk. Aan het eind van het jaar eindig ik mijn tweede ambtstermijn. En even daarvoor word ik 65. Ik kan hier geen derde termijn. Maar ik wil wel op de een of andere manier maatschappelijk actief blijven. Dat alles brengt mij ertoe om haar majesteit de koningin mijn ontslag aan te bieden per 1 oktober aanstaande. En tot die tijd zal ik mijn uiterste best doen voor u en voor onze gemeente Haren. Dank u wel. Een niet tot het vaste programma behorende mededeling was die van burgemeester Ronnes. Tijdens de receptie maakte de burgemeester zijn voorgenomen ontslag per 1 oktober aanstaande bekend. De burgemeester wordt in oktober 65 jaar. Hoewel een burgemeester mag aanblijven tot 70 jaar, kiest de heer Ronnes niet voor een derde ambtstermijn. Na zijn ontslag wil de burgemeester zich samen met zijn vrouw inzetten voor het maatschappelijk leven in de gemeente Haren.